RKC Top heeft de weekopening en daarom vonden we het hartstikke leuk om Jacques Koeman aan jullie te presenteren. En ook het idee dat Maarten van RKC Top, zoals jullie weten, met in zijn experiment bezig is met artificial intelligence. Daar maakt hij gebruik van in zijn experiment om lesmateriaal te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften, bij het niveau van de studenten. En Edia, het bedrijf waarmee hij samenwerkt, is de afgelopen weken, maanden, heel veel in onze groep voorbij gekomen. En daarom vonden we het hartstikke leuk om deze kennis van artificial intelligence meer in het practoraat aan bod te laten komen. En jullie ook een... Daar komt Rick. En jullie, even kijken, meer kennis te laten maken met de rol van AI in het onderwijs. En Jacques Koeman, medeoprichter van Edia, is vandaag aanwezig. En ik stel voor, laat je inspireren, schrijf al je vragen op, stel ze in de chat. Jacques Koeman, ik laat het woord aan jou. Take it away. Ja, dankjewel. Geef alsjeblieft een notificatie als er wat in de chat zit. Want ik zit met twee computers. Dus als ik een vraag moet beantwoorden, zou ik de prijs stellen om het dat even te horen. Want ik geloof niet dat ik alles in één keer kan overzien. Yes. Maar hartstikke bedankt dat ik hier wat mag zeggen over AI in het onderwijs. Ik denk zomaar dat het niet een soort presentatie wordt die heel alledaags is. Dat zie je natuurlijk al aan het beginplaatje. Even nog huishoudelijk. Ik zie dat het 12:56 is. Moeten we echt om 13:30 stoppen? Nee, ik neem je tijd met deze presentatie. Natuurlijk gaan we daarna weer allemaal aan de slag. Maar ik denk dat we allemaal ook de tijd hiervoor willen nemen om naar jou te luisteren. Dus neem je tijd. Ik doe in ieder geval best om het binnen de tijd te doen. Het eerste wat ik net al zat te denken was van, goh, wat kost het toch eigenlijk veel tijd om een soort college voor te bereiden? Ook al is het maar van een half uur voor een half uur. Weet je, wij als AI-onderwijzers, om het zo maar te zeggen, laten dat natuurlijk over aan de machine voor een heel groot gedeelte. Maar bij deze meteen al weer respect voor het beroep van onderwijzer. Want je zal toch maar elke keer een heel interessant college moeten voorbereiden. Hè? Dus ik vind dat nogal wat. Even nog, voor zover dat niet gebeurt, even heel kort voorstellen. Jacques Koeman, ik heb informatica gedaan aan de UvA in 2003 en in 2004 ben ik inderdaad medeoprichter van het bedrijf Edia. En ook sinds die tijd zijn wij al bezig met het maken van onderwijsapplicaties die gebruik maken van kunstmatige intelligentie. Wat je hier op de achtergrond van dit plaatje ziet, is al een oude computer. He, dat is ook al een soort bewijs van dat we dit al heel erg lang geleden deden. Waarop je ook een afbeelding ziet van het programma De Slimme Nieuwslezer. Daar zullen we dus inderdaad vandaag ook even aandacht aan besteden. Andere computer. Waar ik toch wel mee wil beginnen is dat toen wij dat in 2004 deden, wij maakten toen een applicatie die eigenlijk gebruik maakte van natural language processing om bijvoorbeeld de moeilijkheid en leesbaarheid van onderwijsteksten of eigenlijk van nieuwsberichten te analyseren. Dat ook in die tijd, toen ik met deze docenten sprak, dat er nogal wat skepsis was over wat AI eigenlijk kon. Kon een computer eigenlijk wel analyseren of een tekst geschikt was voor een lezer op een A1-niveau. Ja, en dat was natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje vanuit het idee van, hé, maar straks gaat die computer gewoon onze banen overnemen. Ja, dus ik wilde ook meteen bij zeggen dat klimaat, denk ik, heel erg is omgeslagen. Hè? Nu worden we eigenlijk om de oren geslagen met AI de hele tijd. En er worden heel veel positieve verhalen over verteld. Er zijn ook nog andere negatieve verhalen. Daar kunnen we helaas niet het hele praatje mee vullen. Maar dit is wel een van de dingen die ik echt nog wel herinner vanuit uit 2005. Toen we de eerste keer die applicaties echt op de markt brachten. Ik zal heel even meteen doorgaan naar... de applicatie die net al genoemd werd, waar Maarten Wallet nu mee aan het experimenteren is. Hè, dus we kunnen allemaal heel erg grote en meeslepende ideeën hebben over AI. Maar wat je hier op het scherm ziet, dit is AI. Dit is een applicatie die wij voor de eerste keer dus in 2005 hebben gebouwd. En wat doet deze applicatie? Die mint elke dag
duizenden nieuwsberichten. En al die duizenden nieuwsberichten worden door onze algoritmes geanalyseerd op leesbaarheid. Dus wij hebben een algoritme ontwikkeld dat eigenlijk van elke tekst die binnenkomt eigenlijk kan zeggen van hoe moeilijk is deze tekst nou? Is dit een A1 tekst voor de mensen? Ik denk dat de mensen dat wel weten. A1 is een ERK aanduiding, heet dat geloof ik. Of Europees gezien CEFR, Common European Reference Framework voor de leesbaarheid van teksten. Nou, wat wij eigenlijk deden in die tijd is dat we zeiden van, nou ja, als we nou een studentmodel kunnen hebben, namelijk hoeveel woorden van de Nederlandse taal kent iemand of van andere taal, we deden het in 6 talen, kunnen we dan een tekst vinden bij die kennis waarvan we weten dat die tekst leesbaar is voor die persoon. En dat deden we dan door te analyseren of minimaal 9 van de 10 woorden bij die persoon bekend waren. Want de wetenschap vertelde ons ook dat je, als je 9 van de 10 woorden kent, dan kun je het 10e woord uit de context eigenlijk afleiden. Daarmee kun je dus woorden leren. Dus dit is een adaptieve woordenschattrainer. Wat die doet, de sessie is verlopen, dat zat er natuurlijk wel in. Want ik had het allemaal netjes klaargezet. Even kijken of ik er opnieuw in mag. Dit ding pakt dus nieuws van vandaag of van gisteren. Dat kunnen we hieronder zien. Dit is van 16 maart. En die heeft dus een tekst voor mij met mijn woordenschat uitgezocht die ik kan lezen. Wat hij doet, hij gaat de woorden waarvan wij dus hebben geanalyseerd dat die moeilijk zijn voor mij, die kan hij uitspreken, hij kan een vertaling geven, een hulptaal. En hij kan zelf ook, en dit is meteen heel erg interessant, hij kan datzelfde woord in andere contexten zetten. Dat doet hij dus op basis van de miljoenen teksten die wij inmiddels geanalyseerd hebben, kunnen wij ook kleine snippets doen van hey, dat woord kan ook in een andere context voorkomen. En zo genereer je eigenlijk automatisch uitleg. Wat hier aan de rechterkant gebeurt, is dat dit apparaat ook automatisch, zonder enige hulp, oefeningen kan maken. Hij kan verschillende soorten oefeningen maken. In dit geval is het een dicté. Ik zal niet op het speakertje klikken, maar ik kan het voorlezen. Dan mag jij het typen en dan kan hij het automatisch nakijken. Nou, uiteindelijk houdt het ding aan de achterkant ook bij hoeveel teksten je hebt gelezen. Als je het woord recently niet kent, dan gaat hij op een gegeven moment zeggen van, nou, als je dat woord minimaal 8 keer bent tegengekomen in 5 verschillende teksten, dan nemen we aan dat je dat woord kent. En wordt het dus bijgeschreven bij je woordenschat. En zo krijg je dus eigenlijk door op je eigen niveau en op je eigen interesses, want dat zien we hier dus ook, hè. Ik kan eigenlijk kiezen, ik kan ook een sportartikel kiezen. Als ik dat doe, dat is eigenlijk de theorie van assisted reading, dan kan ik door dit systeem gewoon geheel zonder tussenkomst van mensen aan mijn woordenschat in verschillende talen werken. Dus dit is wat je zou kunnen noemen een gepersonaliseerde en adaptieve woordenschattrainer die gebruik maakt van natural language processing, wat eigenlijk een onderdeel, waar weer gebruik wordt gemaakt van machine learning. Dat is het. En ja, sorry, we hebben dat ding inderdaad in 2005 al gemaakt. Ik heb er vorig jaar nog een innovatieprijs mee gewonnen. Dus dat geeft ook wel een beetje aan van hoe lang innovatie duurt voordat het gemeen goed wordt. Maar goed, het is nog steeds leuk en we ontwikkelen ook nog steeds verder aan dit systeem. We komen hier later nog wel even terug, omdat ik het niet zozeer wil demonstreren als wel gewoon in mijn verhaal een plek wil geven. Even kijken, nu zijn we weer hier bij die gekke meneer. Wat ik eigenlijk wil doen is in dit praatje eigenlijk 2 boodschappen meegeven. En die zal ik maar vooraf even geven. Dat helpt meestal. Er wordt natuurlijk best wel nagedacht over van, oké, weet je, AI, dat zou zelfs een bedreiging kunnen zijn. Dat gaat banen kosten. Maar ik zie het eigenlijk anders. Ik denk niet dat docenten vervangbaar zijn. En daar kom ik later ook nog op terug. Ik denk eigenlijk dat AI, de inzet van AI, AI doet eigenlijk wat anders dan docenten, maar dat AI dus wel eigenlijk een soort equalizer is. En dat heeft eigenlijk met het volgende te maken. Namelijk met deze getallen.
UNESCO publiceert wel eens gegevens over allerlei dingen. Maar als het dan gaat over onderwijs zijn de laatste schattingen dat er in 2030 een enorm tekort is aan leraren. 69 miljoen. En als je dat dus vermenigvuldigt met het aantal leerlingen dat waarschijnlijk geen goed onderwijs krijgt, dan zou je wel eens kunnen nadenken dat je met automatisering kan proberen om die mensen die geen goed onderwijs kunnen krijgen, dat je die middels automatisering een stukje op weg kan helpen. En dat is precies hoe ik eigenlijk AI benader. Ik denk nogmaals dat een docent doet iets anders dan AI, maar gegeven het feit dat er zo'n enorm tekort is aan leraren, moet je wel op bepaalde punten ook automatisering gaan inzetten. Tweede boodschap is eigenlijk dat als je dat op een goede manier wil doen, met behulp van AI, dus je hebt automatisering en je hebt AI, dat het eigenlijk moet gaan om een bijna perfecte symbiose van verschillende intelligente systemen. Want dat is naar mijn in mijn optiek de enige manier om gepersonaliseerd leren op schaal te doen. We zien allemaal wel mooie voorbeelden van gepersonaliseerd leren, van slimme systemen, maar het punt wat er vaak mist, is de schaalbaarheid ervan. En op het moment dat je dat echt schaalbaar wil doen, op het moment dat je dus echt al die miljoenen mensen op aarde die misschien geen adequaat onderwijs kunnen krijgen, dan moet je dus niet alleen een leuk snufje hebben, wat intelligent is, maar het moet ook schaalbaar zijn. En daar denk ik dat AI in kan helpen. Nou, nu komen we een beetje terug op die rare beginplaats, de Autonomous Car for Education. En ik dacht zelf wel dat het interessant is om misschien een beetje in de beeldspraak weer te geven hoe ik naar AI kijk in het onderwijs. En eigenlijk is dit plaatje een beetje de situatie die we allemaal kennen. Je hebt één docent voor de klas en er zitten een hele hoop studenten in de bus. En nou ja, die ene bus die heeft maar een beperkt aantal bestemmingen. Die kan niet overal, die kan zichzelf niet in heel veel stukjes delen. The driver drives you where we set out to go, om het zo maar te zeggen. Waar mensen natuurlijk van dromen, en dat is de droom van het gepersonaliseerde leren, is natuurlijk eigenlijk dat elk studentje in zijn eigen autootje zijn eigen pad kan uitkiezen. Dus de leerling als regisseur van zijn eigen leerpad, et cetera. Maar eigenlijk is dat natuurlijk een beetje zo van, nou ja, ik wil eigenlijk gewoon in een taxi stappen en ik bepaal waar ik heen ga. Daarvan denk ik, ja, dat zou op zich heel fijn zijn, dat iedereen zijn eigen tutor krijgt. Maar dat is natuurlijk niet schaalbaar, dat weten we ook. Net als heel de wereld vol met taxis gooien, dat gaat hem eigenlijk niet worden. Dus het idee, wat misschien wel interessant zou kunnen zijn, is als je dus in staat bent om iedereen een autonomous car te geven. Dan heb je namelijk niet voor elke student een chauffeur nodig. Ik kwam op deze vergelijking omdat het dus heel interessant is om te zien dat zo'n auto, en mensen denken er misschien zo over, dat is een intelligente auto. Maar eigenlijk is die auto natuurlijk één grote verzameling van hele intelligente modules die ook nog eens op een hele slimme manier in elkaar zijn gezet. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er niet één AI is in die auto, maar dat die auto dus vol zit met componenten die allemaal afzonderlijk gebruik maken van hun eigen AI. Dus ik wil dat echt ook op die manier eigenlijk weergeven. There's not one AI. Er zijn heel veel losse componenten die op zichzelf gebruik maken van AI-technologie. En als je dat doet, dan kun je eigenlijk het hele veld van AI in het onderwijs ook weer in stukjes en in componenten gaan ophakken. En dan zul je zien dat er eigenlijk een hele grote wereld is van AI-toepassingen in het onderwijs.
Je kan het zo gek niet maar bedenken. Dat moeten we allemaal gaan maken om dus zo'n autonomous vehicle for education eigenlijk mogelijk te kunnen maken. En wat ik eigenlijk wil doen in deze presentatie is ook aan jullie een beetje laten zien van hey, mijn bedrijf begeeft zich eigenlijk op het maken van deze component en niet op die andere. Maar voordat ik dat doe, zal ik eventjes een beetje uitleggen dat die... Dat die gelijkenis best wel interessant is. En want eigenlijk zie je natuurlijk dat als je in het onderwijs zit als student, dan moet je eigenlijk door een curriculum heen navigeren. En je moet uiteindelijk via alle onderdelen en alle onderwerpen en alle vakken, moet je uiteindelijk dus ja, dat hele pakket doormarcheren, doorleren, om uiteindelijk bij dat eindpunt je diploma uit te komen. Als je er zo naar kijkt naar onderwijs, is dat eigenlijk niet heel veel anders dan alleen het navigatiesysteem wat in de auto zit. Dus als je een heel slim navigatiesysteem hebt, dan zou je kunnen zeggen, nou, ik wil ook een heel slim curriculum navigatiesysteem. Het houdt daar eigenlijk niet op, want op het moment dat je bijvoorbeeld op een bepaalde pagina bent aangekomen, het kan zomaar zijn dat je bijvoorbeeld een keer een stuk wiskunde voor je neus krijgt, terwijl je best wel goed bent in wiskunde, maar de taal waarin het geschreven is, is te moeilijk voor jou. Dus je moet zeg maar ook echt op het niveau van elk stukje lesmateriaal, moet je eigenlijk meerdere aspecten in beschouwing kunnen nemen om te kijken of dat het juiste materiaal voor die persoon op dat moment is. Dus je hebt het grote idee van het curriculum, daar moet je doorheen kunnen navigeren. Maar je hebt ook gewoon op het niveau van een taak heb je bepaalde intelligentie nodig. Nou, dat heeft zo'n auto ook. Die moet op een gegeven moment ook verkeersborden, dus de lokale situatie kunnen interpreteren. Dat is een andere module dan de navigatiemodule in een auto. En een andere, daar wordt het altijd een beetje spooky natuurlijk. Maar het is ook wel belangrijk natuurlijk als je gewoon kijkt naar de toestand van studenten, de omgeving waarin ze verkeren, hun emotie, dingen. Het zou best wel helpend kunnen zijn, of interessant kunnen zijn, dat je kunt meten hoe een student er op een bepaald moment aan toe is. Of hij wel geconcentreerd is, of nou, noem het maar op. Zo'n systeem zou je natuurlijk wel kunnen bedenken in die Autonomous Car for Education. In een auto is dat weer een aparte intelligente module. Die hebben collision prevention systemen. Of zo'n auto heeft ook lane assistance. Ook weer een hele losse component die natuurlijk wel geïntegreerd is met al het andere. Maar het is op zichzelf een losse component waar je dus ook weer intelligentie in terugziet. Ik moet even terug, het gaat allemaal een beetje snel. Ben ik er nog? Ik zie en hoor je nog. Ja. Hoor je nog goed. Ik leek even of ik eruit ging. De vergelijking houdt natuurlijk ook wel ergens op. Want hier hebben we het over mensen. Tegelijkertijd is het ook wel zo dat je natuurlijk met het maken van die autonomous vehicles moet je ook wel heel voorzichtig zijn dat je ook geen mensen aanrijdt. Het is denk ik wel zo dat we praten over het werk met mensen en ook onderwijs. Dus er is denk ik ook wel weinig ruimte om fouten te maken. Hè? Als je het over AI in het onderwijs hebt, je wil niet echt experimenteren op mensen. Niet onverantwoordelijk. Dus ook daar zit best wel, naar mijn idee, een vrij grote verantwoordelijkheid. Ook met technologie in het onderwijs. Om wel bewust van te blijven zijn dat we nog in de experimentele fase zitten. En dat er denk ik eigenlijk ook weinig ruimte is om echt grove fouten te maken. Want mensen krijgen niet hun hele leven lang onderwijs. Terwijl sommige beleidsmakers dat natuurlijk wel prediken. Deze sla ik even over, want ik kijk ook even naar de tijd. Misschien wel eventjes interessant om hierbij stil te staan. Je hebt een beetje zo'n ontwikkelingscurve van automated driving. De levels eigenlijk.
En ik denk dat die deze organisatie, wat ik me meen herinner, dat die eigenlijk nu zegt, we zitten nu op level 3. Dat betekent eigenlijk dat die auto's het allemaal wel kunnen. Ze kunnen ook autonoom rijden. Maar we vinden het eigenlijk nog misschien een beetje eng om echt de handen van het stuur te halen. Dus er moet op dit moment, alhoewel die auto gewoon prima autonoom van A naar B kan, op een veilige manier, is het nog wel zo dat we nu zeggen dat er een chauffeur eigenlijk achter het stuur moet zitten. Ik denk zelf dat we ook met onderwijs precies op dit punt zitten. We durven, en dat is denk ik maar goed ook, nog niet het hele heft in handen te geven van de machines. Maar het is natuurlijk wel interessant, en dat is ook wel een van de punten die ik wil maken, dat ik wel geloof dat we inmiddels in staat, technisch gezien, in staat zouden zijn om echt autonoom door machines gegeven onderwijs te kunnen geven met behulp van AI. De vraag die zich natuurlijk uiteindelijk opdringt is van, ja, in hoeverre willen we dat? Nou, dat heb ik hier ook nog allemaal geanimeerd, ben ik allemaal vergeten, ik ga hierheen. Als ik nou even ga naar mijn plaatje van hoe zou nou zo'n AI-systeem eruit zien? Wat zijn nou al die componenten als je het hebt over de Autonomous Car for Education? Ik maak dan eigenlijk onderscheid in 3 grote segmenten. Je zou eigenlijk kunnen zeggen van, nou, AI moet eigenlijk kunnen redeneren over de uitkomst van het onderwijs. En daar bedoel ik het volgende mee. Wij denken, als onderwijzers, jullie en scholen, denken natuurlijk dat je opleidt voor een plek in de samenleving, een beroep. Maar ik denk dat we het ook allemaal wel eens zijn dat we eigenlijk nog niet, dat het onderwijs misschien wel een beetje achterloopt bij wat er werkelijk in de industrie gebeurt. Het is eigenlijk best wel interessant. Van wat zijn eigenlijk de future jobs? En wat is eigenlijk het lesmateriaal dat daarbij hoort? Ja, ik denk eigenlijk dat de computer dat best wel snel kan uitvinden. Als je gewoon het hele internet mind, welke termen worden nu in welke industrieën gebruikt? En wat zijn eigenlijk de terminologie van morgen? Wat is eigenlijk de kennis van morgen? Het is een beetje te veel gevraagd om dat aan één docent, of heel kort een docent, om dat eigenlijk allemaal te overzien. Dus je zou best wel kunnen bedenken dat er een AI-systeem is dat eigenlijk een beetje crawlt, bijvoorbeeld over het internet, en een beetje zelf gewoon nagaat van, hoe moet dat curriculum er eigenlijk uitzien? Ja, waar leiden we toe op? Dus dat is dus dat je een AI-component hebt die zelf nadenkt over wat is eigenlijk curriculum, gegeven wat er in de wereld gebeurt. Een andere component is eigenlijk de component van, nou ja, als je dat al weet, wat is nou het einddoel, hoe krijg ik nou eigenlijk het juiste lesmateriaal? Nou, we zagen net in mijn voorbeeld dat computers prima in staat zijn om gewoon lesmateriaal te maken. Dat kunnen ze gewoon. In de voorbeelden die ik net gaf, wij kunnen gewoon van nieuwsberichten lesmateriaal maken. Dat doen we al 15 jaar. Dus een machine die een beetje intelligent is, kan zelf lesmateriaal maken, kan het filteren en kan het zelfs ook nog toeleveren via een browser. Dat zien we net ook. Maar dat is eigenlijk de AI die gaat over de inhoud. Heeft eigenlijk niet zo heel veel met de gebruikers te maken. Daar kom ik later nog op. Dat noem ik dus eigenlijk content AI. En als je dan nog naar de derde component kijkt, dan kom je weer terug op dat hele idee van het gepersonaliseerde. Dus zie je eigenlijk, omdat we dat allemaal willen natuurlijk, personalized onderwijs is beter, betere leerresultaten, dat je dan eigenlijk in het gebied komt van, oké, ik heb een leerdoel, dat heeft de computer bedacht, de computer kan zelfs lesmateriaal maken. Hoe ga ik dat nou gepersonaliseerd aanbieden? Wat je dan krijgt, is dat je dan dus dingen moet weten over de student. Nou, ook daar kan je dus weer heel lang over praten. Je kan kijken naar zijn kennisniveau. Maar als je een AI-systeem hebt, die zou het misschien nog wel verder kunnen redeneren. Van gegeven het kennisniveau van deze persoon, als ik dat nou vergelijk met alle personen ter wereld, wat is eigenlijk de probability dat hij dit, wat is de waarschijnlijkheid dat hij dit eigenlijk snapt? Dus je kan heel veel, en dat heet dan eigenlijk een soort van predictive modeling, kan je ook op basis van persoonsgegevens doen. Dus dat zie ik weer eigenlijk als een andere component. Dus het perfecte 360 AI systeem heeft zeg maar de mogelijkheid om over die 3 grote onderwerpen te redeneren. Aan de ene kant de uitkomst, aan de andere kant het lesmateriaal zelf.
En aan de derde kant eigenlijk kan gewoon redeneren over de personen zelf. Als je dat een beetje vertaalt naar wat voor technologieën je in zo'n systeem zou kunnen gebruiken. Daar heb ik eigenlijk een onderscheid gemaakt. Ik ga er ook niet te lang bij stilstaan, want ik zie dat het inmiddels al 2:30 is. Je ziet eigenlijk dat er verschillende technologieën horen bij aan de ene kant content modeling. Dus dat je redeneert over lesmateriaal en aan de andere kant over learner modeling. Het zijn gewoon weer verschillende AI toepassingen. Een van de dingen waar wij bijna uitsluitend mee bezig zijn, is eigenlijk de bovenkant. Je zag in het eerste voorbeeld van wij redeneren eigenlijk alleen maar, of onze algoritmes redeneren eigenlijk alleen maar over de over lesmateriaal en niet zozeer over de gebruiker. Aan de gebruikerskant zijn onze systemen best wel dom. Ze houden gewoon een beetje bij wat de voortgang is, maar gaan niet allerlei voorspellende dingen doen over de gebruiker. Waar wij heel veel mee bezig zijn, is voorspellen in welke mate lesmateriaal eigenlijk voldoet aan bepaalde eisen. Nou, als je al die dingen samengooit, dan krijg je natuurlijk een volledige adaptieve applicatie. Maar nogmaals, mijn doel van deze van dit soort mini-college is eigenlijk om te zeggen dat er geen één AI is. Er zijn heel veel stukjes AI die een gepersonaliseerde leerroute eigenlijk mogelijk maken. Dus ik ga een beetje al naar de eindspurt toe. Ik kijk naar AI in het onderwijs als zijnde meerdere componenten die interconnected zijn. Ik maak een beetje een onderscheid tussen content AI en wat er dan, wat je dan eigenlijk zou moeten zeggen, is van, nou ja, wat kan een machine nou eigenlijk uitvinden over het lesmateriaal zelf op een heel erg granulair level? Indachtig ook dat idee van die verkeersborden, dat je die zou moeten kunnen interpreteren. Dus je moet echt op het niveau van de oefening kunnen redeneren over lesmateriaal als je het uiteindelijk adaptief wil gaan aanleveren. Het enige probleem is, en dat is dan wel even de challenge. Die zien jullie volgens mij niet. Zien jullie nu iets bewegen? Ja, dat begint weer. Hij gaat een beetje de verkeerde kant op, zie ik. We gaan even hier naar terug. Het is een van de dingen, en dat geef ik dan maar even mee als uitdaging waar wij nog mee rondlopen als het ware, is dat je eigenlijk ziet is dat lesmateriaal helemaal niet geschikt is gemaakt om adaptief of gepersonaliseerd aan te bieden. Uitgevers maken gewoon nog boeken. En het is een beetje one size fits all. Dus het is heel weinig granulaire content beschikbaar. Ja, op zich kan je het boek natuurlijk weer loszien in alle, gewoon in de bladzijden die het heeft. Maar het heeft niet de analyse op het niveau van de bladzijde. Dat is wat wij dus proberen te doen. Wij proberen per bladzijde eigenlijk informatie te genereren over wat zijn keywords, wat is de moeilijkheid. Maar eigenlijk zie je dus dat er in de markt maar heel weinig partijen bezig zijn die zich eigenlijk uitsluitend bezighouden met het granulair maken van lesmateriaal, door het ook op een granulair en gedetailleerd niveau te labelen. Dus dat is een van de uitdagingen waar wij eigenlijk ook een antwoord op willen geven. Even kijken. En het andere ding, ik heb in mijn inleiding naar Frederike of de e-mail communicatie die wij hebben gehad ook gezegd waar ik het niet over ging hebben. En dat zijn eigenlijk onderwerpen die te maken hebben met ethiek. En ik vind altijd, dus zodra je gaat praten over user data en learner data, en ik heb net al aangegeven wat de computer in principe zou kunnen, redeneren over curricula van de toekomst, of een student wel iets of niet zou kunnen leren in de toekomst. Dat is wel iets wat je zou nodig hebben bij een Autonomous Car for Education. Maar het is wel ook een best wel gevoelige tak van sport. User data AI. Zodra je enorm gaat lopen modelleren. Zodra je enorm mensen gaat lopen modelleren, ja, dan komen er wel heel veel
vraagstukken om de hoek kijken. Die heb ik hier eventjes ook kort weergegeven. Privacy issues zijn naar mijn idee nog best wel onontgonnen gebied als je praat over AI-toepassingen. Een ander probleem is eigenlijk dat mocht je die data al willen gebruiken over studenten, dat ook in scholen op dit moment eigenlijk vrij weinig bruikbare data wordt bijgehouden over studenten. He, dus en sterker nog, er was een minister van Onderwijs, ik zal zijn naam niet noemen, die een jaar geleden nog pleitte voor minder, dus als onderdeel van de verlaging van de werkdruk bij docenten, voor minder administratie. Nou, dan moet je je voorstellen, dan gaan we zo meteen AI-modellen bouwen over gebruikers op basis van incomplete informatie. Ja, ik denk dat er wel een paar vlaggetjes naar boven komen in dat soort systemen. Maar de vraag is natuurlijk, is dat ook een weergave van de realiteit? En dat is eigenlijk een beetje het derde punt. Als AI'ers heb je eigenlijk altijd een chronisch gebrek aan testdata. Het is gewoon heel moeilijk, want dat is natuurlijk, ik ben er vandaag niet helemaal op ingegaan over hoe je nou die algoritmes bouwt. Maar een heel groot deel van wat wij doen is natuurlijk testdata verwerken. Daar kunnen we namelijk de machine mee trainen. En dit zijn drie punten waarvan ik altijd denk van, oké, ik blijf zelf in mijn werk altijd een beetje weg bij de module die over user data gaan. Ik wil niet, ik durf nog wel te zeggen dat die wel echt nodig is uiteindelijk in het perfecte autonomous car plaatje. Het is wel een moeilijk gebied. Ik maak nu even een pas op de plaats, want ik ben een beetje aan het einde van de dingen die ik wilde vertellen. Omdat het ook al 6:30 is. Dus ik kan me voorstellen dat we, want ik kan nog wel eventjes dan fast forward naar de conclusie. Dat ga ik dan even hier doen. Dus ik hoop dat ik een beetje heb aangegeven dat er dus verschillende componenten zouden zitten in het 360 graden AI-systeem. En de AI die eronder ligt, kun je ook op een heel grofmatige manier eigenlijk onder verdelen in wat ik zou noemen content AI en user AI. Wat ik ook hoop is dat we allemaal zien dat je dus, door een bepaalde metafoor te gebruiken, dat je uiteindelijk ook kan zien van, hey, wat is nou eigenlijk überhaupt AI? Hè? Wat zien we eigenlijk als een slim systeem? Het is dus inderdaad niet één AI, heel veel type AI. En ik hoop eigenlijk dat een beetje die bewustwording eigenlijk het eerste is, voordat je gaat experimenteren, of tijdens je experimenten met AI. Want dat zou overigens dan wel uiteindelijk mijn advies zijn om als docent wel zo snel mogelijk, als het kan, ook echt te gaan experimenteren met verschillende systemen waar gebruik gemaakt wordt van AI. Dat je zelf een idee kan krijgen van de effectiviteit, want ik ben ervan overtuigd, dat we vandaag ook niet heel erg over gehad, maar dat je natuurlijk enorm veel tijd kunt besparen. En misschien zelfs als docent een veel groter bereik kan hebben, veel meer mensen kan onderwijzen. Tegelijkertijd denk ik wel dat, net zoals met de autonomous car, dat je wel voorzichtig voorwaarts moet gaan. En dat wil ik dan eigenlijk met name leggen op dat idee van user modeling. Want daar, ja, ik denk dat als je dat niet heel erg voorzichtig doet, dat je in allerlei toch hele moeilijke discussies terecht kan komen, die misschien achteraf ook niet zo goed te repareren zijn zonder bijvoorbeeld reputatieschade of claims of whatever in de toekomst. Maar dat is wel een beetje, en dat heb ik vandaag ook een beetje geprobeerd te doen, dus dat is eigenlijk een beetje de metafoor en de beelden die ik gebruik bij mijn werk in het maken van AI voor het onderwijs. Waar ik me dus eigenlijk steeds meer specialiseer op het gebied van content AI. Zodoende. Yes. Dankjewel, Jacques.
super interessant allemaal. Dit geeft weer zo'n nieuw perspectief op onderwijs. En ik weet zeker dat docenten vol vragen zitten. Ik zie hier ook een vraag van Wouter al. Zou je bestaande niet-educatieve contentplatforms kunnen mengen? Moet dat mengen zijn, Wouter? Op eenzelfde manier? YouTube bijvoorbeeld? Oh ja, ik bedoelde eigenlijk minen. Want het voorbeeld wat werd gegeven is dat natuurlijk de bestaande curriculumontwikkelaars, dus de educatieve uitgevers, die maken natuurlijk boeken. En dat ik snap dat die vrij statisch zijn. Maar tegelijkertijd is er ontzettend veel, ongelooflijk veel hele goede content beschikbaar op zeg maar, de bestaande platforms als YouTube of educatieve content op TikTok, nou noem het maar op. Dus mijn vraag was inderdaad, zou het interessant zijn om ook vooral daarop te focussen, hoe je die content nou echt goed zou kunnen minen zonder dat je zelf handmatig alles moet zoeken? Het korte antwoord is natuurlijk ja. Kijk, wij werken met natural language processing en dan specifiek op tekst. Dus wat wij in dit geval wel dan gebruiken zijn de transcripts van filmpjes. Video analyseren en dat terugbrengen naar, laten we zeggen, educatieve concepten, puur op basis van de beelden. Daar heb ik niet genoeg kennis voor om te zeggen in hoeverre die tak van sport zich ontwikkeld heeft. Maar wat wij doen bijvoorbeeld voor een aanbieder van educatieve video's. Het is dus een soort nieuwe uitgeverij die eigenlijk lesgeeft aan de hand van video's. Daar doen wij de mining op, precies zoals je zegt, aan de hand van de transcripts. Oh ja, interessant. Dank je. Ik zag je ook nog een vraag eerder van Max. Jij vraagt of het doel van AI daadwerkelijk is zelfregulering of gepersonaliseerd leren. Jacques, wat denk jij daarover? Ik zag later al dat het een onderdeel is van een cyclus, maar ik vroeg me af of dan de onderliggende delen van gepersonaliseerd leren of zelfregulering daar ook dan onderdeel van zijn. Wat bedoelt u precies met zelfregulering? Ja, zelfregulering is naar mijn mening iets wat zeg maar een planning en uitvoering dan een zelfreflectie. Dus dat je je eigen gedrag bewust van wordt en dat kan sturen. Dus dat je een leerdoel plaatst in een cyclus en daarmee aan dat leerdoel werkt terwijl je erop reflecteert en dan zeg maar die cyclus door blijft gaan. Ik vroeg me af of dat dan gepersonaliseerd leren ook is. Nou, daar is het korte antwoord op ja, maar dat zou ik dan een hele geavanceerde vorm van gepersonaliseerd leren noemen. Hè? Dus het voorbeeld wat ik net gaf van die applicatie die wij 15 jaar geleden hebben gemaakt, die kan bijvoorbeeld wel redeneren over doelwoordenlijsten. Hè, dus los van dat hij dus weet van oké, deze tekst is goed voor jou leesbaar, hij kan je nieuwe woorden leren. Hebben we later ook een functionaliteit toegevoegd die met doelwoordenlijsten ging werken. Dus die kon dus eigenlijk zeg maar op basis van weet je, naar de examens of zo, of de woordenlijsten aan het eind van het hoofdstuk, kon die ook krantenartikelen zoeken die op het onderwerp van interesse, op het lezerniveau, maar ook op het leerdoel gericht was. Ja. Dus dat kon niet. Maar ik beschouw het zelf, en dat is dan mijn eigen product, als een vrij arme vorm van, laten we zeggen, didactiek. Hè, het is best wel recht toe, recht aan. En dat heb ik volgens mij in het begin ook wel gezegd. Van kijk, wat een docent er allemaal aan kan toevoegen. Je noemde het woord reflectie. Ja, ik denk dat computers daar niet zo heel erg goed in zijn. Dus ik zou inderdaad zeggen van de standaardvorm gepersonaliseerd leren. Een beetje recht toe, recht aan. Ook een beetje in relatie tot wat ik noemde die equalizer. Hè? Dus als je iedereen onderwijs zou willen geven, dan kan dat. Dan heb je nog niet het type onderwijs dat je van een menselijke onderwijzer zou krijgen. Ja. Maar dat is helaas niet voor iedereen beschikbaar. Dat is eigenlijk een beetje mijn... Nee, ik snap hem. Top. Dankjewel. Zijn er nog andere vragen? Ja, mag ik een vraag stellen? Zeker. Je had het net over dat je als docent meer bereik kan krijgen wanneer je artificial intelligence goed kan inzetten.
Wat moet een docent dan kunnen doen om daar goed invulling aan te geven, dat je meer bereik kan krijgen door middel van artificial intelligence? Ja, nou ja, laat ik dan even een soort van dicht bij huis houden. Applicatie die Maarten nu ook aan het testen is, wat je daar natuurlijk eigenlijk ziet, is dat studenten redelijk autonoom aan hun woordenschat kunnen werken. De artikelen worden voor hun bedacht, op hun niveau. En ze kunnen dat vrij zelfstandig doorlopen. Dus als je een docent bent die taalonderwijs geeft, dan kun je in dit geval natuurlijk aan heel veel van die leerlingen of studenten kun je die applicatie geven. En als je vervolgens kunt sturen op basis van de gegevens die je terugkrijgt uit zo'n applicatie, namelijk deze groep heeft moeite mee of die blijft achter, dan kun je natuurlijk heel specifiek interventies gaan plegen. Dus dat is volgens mij uiteindelijk de meerwaarde. Wat je gewoon vaak ziet is dat natuurlijk docenten ook gewoon moeilijkheden hebben met de of te kampen hebben met de heterogeniteit van het kennisniveau in een klas. De slimmere of de betere die vervelen zich, zijn onderprikkeld. En degenen die niet mee kunnen, die zijn overprikkeld. En als docent moet je natuurlijk aan al die heterogeniteit moet je een antwoord geven. Terwijl een computer natuurlijk vrij gemakkelijk een soort basisding kan geven. Die kan dus heel erg helpen om een soort basisonderwijs te geven op eigen tempo. En kan dus eigenlijk daar een beetje mee zorgen dat die heterogeniteit minder wordt. En dat een docent zich een beetje kan focussen op de interventies waarvan zij of hij gewoon denkt dat nodig is. Dus ik geloof zelf dat je daarmee dus als docent meerdere studenten kunt opleiden. En dus een schaalvoordeel haalt. Oké, dankjewel. Er is ook nog een vraag van Ingeborg. Ja, hoi. Is dit er alleen voor Engels of is het ook al beschikbaar voor andere vakgebieden? De applicatie die ik net als voorbeeld gaf, bedoelt u? Ja. Die is in 6 talen. Dus die 6 kan talen? Nederlands, Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees. Had ik volgens mij 6. Ja. 5. Ja. Oké, ik vroeg me af, is dit alleen maar mogelijk voor taalonderwijs of zie je ook mogelijkheden voor andere vormen? Nou, een andere, maar dat heb ik een beetje uit tijdsoverwegingen niet laten zien. Kijk, dit is niet de enige applicatie die wij maken. Kijk, een ander voorbeeld van content AI is eigenlijk dit. Kijk, als je als docent bijvoorbeeld teksten wil schrijven die passen überhaupt op het leesniveau van je doelgroep, dan kan AI je ook helpen met het bereiken daarvan. Dus ik wil nog even dit voorbeeld doen. Van stel, je wil als docent lesmateriaal maken of schrijven, opdracht schrijven. En je wil het op een bepaald niveau doen, zeg B1. Dan is dit eigenlijk een, zoals wij dat dan noemen, een auteurstool. Die helpt dan om te kijken of die tekst aansluit bij dat doel. Oh, oké. Okay. Niet eens over taalonderwijs, dat gaat gewoon überhaupt over opleiding. Nou, ik viel even weg. Ja. Je bent weer. Ja. Dus dit ding kan gewoon aangeven wat moeilijke woorden zijn in deze tekst. Je zegt eigenlijk hier van, ik wil eigenlijk een tekst met lesmateriaal moet op B1 niveau zijn. Maar hier geeft die tool aan van, deze tekst is te moeilijk, dus B2 niveau. Ja, oké, maar net werd ook een vraag gesteld van, is dit er ook voor rekenen? En ik wil dat nog een stapje verder eventueel trekken, van is dit ook in te zetten, deze tool, bijvoorbeeld voor als je pakkettraining, zoals wij dat dan doen hier op school, veel, in te zetten. Dus dat je kan zeggen van, deze opdrachten die zitten in het laagste niveau. En als je er daar 3 goed van gedaan hebt, dan kan je automatisch door naar dat niveau. Bestaat dat ook? Of kan dat ook? Ik versta helemaal niks meer. Ben ik er weer? Ja. Oh ja, nu ben je er weer. Ja. Het eerste antwoord was, weet ik niet. Ik weet niet of dat soort systemen bestaan. Want dat is eigenlijk dus weer een visie die u heeft over een bepaald systeem. Misschien dat mensen het gemaakt hebben, dat weet ik niet.
Het tweede antwoord, kan je zoiets maken met de technologie die ook onder dit ding liggen? Ja, het is die, dat wil ik nog even zeggen. Kijk, waar wij naartoe gaan is niet alleen het analyseren van content voor taalonderwijs. Waar wij als bedrijf, en ik heb de kwestie over mijn bedrijf gehad, maar wat wij vandaag doen, is dat wij... er zit iemand een achtergrondgeluid, een soort straaljager. Dus, dat was hij zelf. Wat mijn bedrijf doet, is eigenlijk lesmateriaal labelen. En dat doen we dus op leesbaarheid. Maar wat wij ook doen, is het extraheren van keywords. En dat zien we ook in dit voorbeeld weer. We kunnen ook gewoon de kernbegrippen uit een tekst halen. En waar we eigenlijk steeds verder naartoe gaan, is het destilleren van leerdoelen uit stukjes onderwijs. Dus wij labelen ook lesmateriaal op basis van de SLO leerdoelen. En als je die technologie dus hebt, daarmee kun je dus allerlei vormen van bedenken van een applicatie die iets met lesmateriaal doet. Maar dan moet je dus met iemand samenwerken die er verstand van heeft. Een bedrijf aan de hand nemen en zoiets samen ontwikkelen. Want je moet natuurlijk heel veel voeden. Hè? Je moet het systeem natuurlijk... Kijk, je hebt de technologie. En de technologie die hieronder zit is natuurlijke taalherkenning. En allerlei algoritmes die gewoon dingen kunnen zeggen over teksten. Nogmaals, leesbaarheid, kernbegrippen... Onderwerp kunnen ze raden. Hè? Hier in deze applicatie raadt hij volgens mij prima het onderwerp van de tekst. Dat is technologie. De toepassing ervan, en dat is van hoe wil ik nou in mijn onderwijs, hè, hoe wil ik nou eigenlijk, wat wil ik doen, functioneel gezien? Dat is een andere vraag. Daar kun je natuurlijk, als je echt een heel sterk idee hebt en je denkt dat daar een business case bij zit, dan kun je natuurlijk ook naar een softwarebouwer toe gaan en zeggen van nou, ik wil eigenlijk met deze en deze technologie, wil ik deze en deze tool in elkaar zetten. Zo kijken wij er eigenlijk naar. Dus wat wij doen is, wij bouwen eigenlijk gewoon een processor. En die processor is natuurlijke taalherkenning. En die uit zich in bepaalde toepassingen, zoals die nieuwslezer, maar hier ook als een auteurstoel. Dus wij bouwen eigenlijk zelf een soort venster op onze technologie die een bepaalde toepassing heeft in het onderwijs of in het uitgeefproces. Maar naast die dingen kun je er natuurlijk 100 van bedenken. Je kan een slimme ELO bedenken, je kan een slim studentenvolgsysteem bedenken, wat allemaal gebruik maakt van deze technologieën. Maar de kern daarvan is dat er dus taaltechnologie onder zit. Ik merk dat we ver over tijd gaan, maar dat er ook heel veel interesse is met vragen. Waar kunnen we jou verder op vinden, Jacques? Welke wat van platformen verder over inlezen? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk de website van mijn bedrijf. Ik ben, dat moest van mijn marketingbureau, de laatste tijd ben ik steeds meer blogjes aan het schrijven. Leuk. dus daar, die staan wel op onze website. En ik denk dat we wel proberen... eigenlijk een beetje in dezelfde soort taal te praten over lesmateriaal, AI, labeling. Een beetje wat wij doen. Ik ben ook redelijk actief op LinkedIn. Ik schrijf daar soms ook nog wel eens artikeltjes op eigen naam. Maar die hebben vaak een wat meer beschouwender karakter over AI. Dan denk ik dan concreet over de onderwijspraktijk. Ja, precies. Oké, leuk. Dan gaan we jou zeker vinden. In ieder geval heel veel positieve reacties. Dus ik wil je graag bedanken, ook vanuit Proctoraat, dat je vandaag aanwezig was en ons deze kennis met ons wilde delen. Ik stel voor, we gaan verder met onze werksessie. Dus terug naar onze eigen groepen. Ik zie ROC Top ook. Laten we even 5 minuten pauze nemen en dan tunen we er even in en dan bel ik jullie in. Dus heel veel succes vandaag. Of je gaat werken aan het experiment. Misschien een trainer-trainer module of zelfs eventueel een lesbrief die ook nog opgehaald kunnen worden of gepubliceerd kunnen worden op de website. Dus heel veel succes vandaag en wij zien elkaar weer, spreken elkaar weer tijdens de overstijgende sessie. Fijne middag en dankjewel Jacques voor al je tijd en kennis. Graag gedaan. Fijne dag allemaal. Doei.